Hi, wat leuk dat je kijkt naar Bax Music. Ik ben Manon en in deze video ga ik je alles vertellen over de Röde Broadcaster. Let's go! De naam zegt het al. De broadcaster van Röde is ontworpen voor radiotoepassingen waar een groot frequentiebereik en weinig vervorming wordt gevraagd. Daarom is de broadcaster de standaard geworden in de radiowereld. De broadcaster heeft een 1-inch membraan, een schakelbaar high-pass filter om ongewenste bijgeluiden te filteren en een unieke on-air LED-indicator. Ook kun je er on-air indicatoren mee aansturen door middel van bijgeleverde 5-pins connector. Het bevestigen van de microfoon op het statief gaat eenvoudig. Je draait de microfoonklem op de schroefdraad van het statief, ontdoet de mic van de schroef aan de onderkant, zet de mic in de ring en draai de schroef er opnieuw op. Ready to roll! Oh, en voordat je denkt dat de XLR-aansluiting stuk is, bij Röde microfoons is het normaal dat je de aardepin een stukje verder uitsteekt dan de andere twee pinnetjes. Niks aan anders. Laten we de broadcasters openmaken, om te zien wat erin zit. Als je de doos opent, vind je allereerst een mooie Röde etui. Handig om inderdaad je broadcastermicrofoon in op te bergen. Ik zal hem ook even uit de verpakking halen. Natuurlijk een bijbehorende microfoonklem. Een blauwe XLR-kabel. Een 5-pins XLR-kabel met een chassis. Natuurlijke instructie. En ook een 10 jaar garantiebewijs. En een I Love Röde sticker. Wil je meer informatie over de Röde Broadcaster? Check onze website. Heb je deze video gevonden via YouTube? Druk even op de like-button. En abonneer je ook, want dan blijf je op de hoogte van al onze Bax-video's. In elk geval, bedankt voor het kijken. Doei!